Ja, het is wel echt een eer. Het is ook leuk om met Cateau te doen. Zusjes Anna en Cateau werden gevraagd om Scouting Nederland te vertegenwoordigen tijdens de Nationale Dodenherdenking op de Dam. Vorig jaar hebben we ons opgegeven, want ieder jaar gaat er per provincie gaan er rond 70 scouts naar de Dam om de krans aan te reiken. Maar vanwege corona kon dat niet doorgaan, maar vorig jaar hadden we ons wel opgegeven. En dit jaar hebben ze waarschijnlijk de lijst erbij gepakt, wie zitten er bij elkaar in het huis houden. En toen zijn wij uit nummer 1 gekomen en toen zijn we gevraagd. We moesten om 3 uur op de Dam zelf zijn en daarna zijn we gewoon gaan oefenen tot ongeveer 6 uur. Er waren allemaal stapjes, want we moesten het een beetje synchroon doen en tegelijk en op een goede volgorde en niet draaien en al dat gedoe. Dus we moesten heel veel de stapjes oefenen. Nou, de kransen waren wel wat lichter dan we hadden verwacht. Wel doorweekt. Ja, ze waren wel heel nat, maar ze waren wel minder zwaar dan ik had verwacht. Het monument was ook minder groot dan ik had gedacht eigenlijk. En we moesten ook minder lang wachten bij het filmpje zelf. Ik dacht zelf dat die langer zouden zijn. Dat we langer met de krans moesten staan. Maar dat ging best wel snel eigenlijk. Ja, eigenlijk vond ik het niet spannend. Ik had het spannender verwacht. Maar eigenlijk omdat alles... We hadden zoveel geoefend dat je na een tijdje ook gewoon... Zoals je zegt, je kan het dromen. Dus je wist echt gewoon... En als dit nou gebeurt, wist je ook direct wat je anders moest doen. We hadden één moment waarvan we een beetje dachten van help. Want we moesten dus 1 seconde nadat de muziek was begonnen, moesten we de krans ophangen. En bij de allerlaatste krans liepen wij die bocht om en toen begon de muziek opeens. En wij waren zo van, help. Dus toen zijn we het gewoon gelijk doorgaan en opgehangen. Maar toen hadden we wel een beetje van, wat moeten we doen? Moeten we wachten tot de muziek klaar is? Moeten we blijven staan? Wat is het plan hier? Maar het is goed gegaan. We hebben gewoon zo snel mogelijk opgehangen. De zussen zijn al 8 jaar lid van de Franciscusgroep. Ik zit nu bij de Explorers, dus dan zijn we 's avonds en dan moet je je eigen opkomst maken. En nu doen we vooral buitenopkomsten, want we mogen niet binnen door corona. Maar normaal doen we ook binnenopkomsten en gewoon spellen en dat gedoe. Nou, ik zit ook al 8 jaar op scouting, sinds mijn 6e. En ik zit bij de scouts, dus dat is 1 groep onder die van mijn zus. En wij doen eigenlijk ook nu met corona veel buitenactiviteiten, maar bij ons plannen de stafleden het allemaal nog. Hoe de herdenking er volgend jaar uitziet, weet niemand, maar het zal zonder Anna en Cateau zijn. Volgend jaar is weer een andere provincie aan de beurt, dus dan weet ik eigenlijk niet welke, maar dan gaan wij niet, denk ik.